Het wegvallen van sociale mediakanalen voor mediabedrijven zorgt voor een terugval in inkomsten. Dit stelde Fish Mohani Thomas, hoofdredacteur bij nieuwswebsite Suriname Herald. Volgens Thomas trekken adverteerders weg als je als medium geen views meer krijgt. Dat jouw views minder worden en dat bedrijven wegtrekken om te adverteren. Jij hebt dan geen inkomsten, je kan je journalisten niet betalen. Je gaat mensen moeten bedanken. En dan zit je ook weer met overwerkte journalisten die wel toch daar blijven. Want dan zijn ze dan veel meer werk gaan verrichten. Het heeft een effect. En je gaat ook de stories niet eens meer kunnen doen dat jij wil doen, omdat je dan focust op de mainstream nieuws. En je bent op een gegeven moment zo beperkt, omdat je ook financieel niet veel kan doen. Thomas benadrukt dat elk mediabedrijf in Suriname het hoofd boven water probeert te houden. Ze vindt dat het niet zo ver mag komen dat de mediabedrijven moeten sluiten, omdat er dan geen media zullen overblijven om verslag te doen.